Er is al veel gezegd en geschreven over de War for Talent. Het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om geschikte werkkrachten te vinden, laat staan talenten. Vanwege natuurlijk de krapte op de arbeidsmarkt. Vandaag praten we in BUS, de podcast van DVO, de Vlaamse ondernemer, over deze problematiek en de oplossingen die VDAB het werkveld kan aanreiken. In onze studio Joke van Bommel, woordvoerder van VDAB, en Geert Walschap, European HR Director bij Umicore, wereldspeler in materiaaltechnologie. Ja, meneer Walschap, wat heb ik gehoord? Jullie zullen verplicht elke vrijdag van thuis uit moeten werken vanwege de energiecrisis. Ja, de energiecrisis treft natuurlijk iedereen. Hè. Ook niet alleen onze werknemers zelf, maar ook het bedrijf. Dus we zoeken naar creatieve oplossingen om daaraan tegemoet te komen. En dit is een van de ideeën. Er zijn nog andere ideeën ook. We zullen zien wat we gaan doen. Ja, dat is ook een thema natuurlijk, hè? Die energiecrisis. Bedrijven die zeggen van ja, productie moeten we stilleggen met tijdelijke werkloosheid, economische werkloosheid. Ook daar moet de VDAB mee bezig zijn. Ja, zeker. Wij spelen in op de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Dat hebben we ook gedaan tijdens de coronacrisis. Toen zagen we ook een piek in tijdelijke werkloosheid. Het gaat afwachten wat het nu gaat geven, wat de impact zal zijn. Maar we zijn daar heel flexibel in en we kunnen daar snel op inspelen. Vooraleer we dieper ingaan op het topic van de War for Talent, gaan we eerst eens even luisteren naar minister Broens, Vlaams minister van onder meer werk en economie. En de minister verwacht heel veel van het Vlaams werkgelegenheidsakkoord. We hebben recent een werkgelegenheidsakkoord gesloten met de sociale partners. Dat gestoeld is op vier belangrijke fundamenten. En dat is één, activeer. De VDAB zal nog meer dan ooit uitbreken, samen met de werkgevers aan de slag gaan om die vele vacatures in te vullen. En dat is twee, opleiden. Heel belangrijk. De Vlaamse arbeidsvloer zou de grootste school van Vlaanderen moeten zijn. Levenslang leren is daarbij een heel grote uitdaging. Leren ook on the job, meteen als je aan de slag gaat. Permanent leren, heel belangrijk. Drie, mensen aantrekken is een heel belangrijke uitdaging op dit ogenblik. Maar mensen vasthouden is een nog zo grotere uitdaging vaak. Werkbaar werk. Het welbevinden op de werkvloer is daarbij een heel belangrijk aandachtspunt om mensen te kunnen op een duurzame wijze te binden aan je bedrijf. En vier, een soort van sluitstuk, zeg maar, is ook de interregionale mobiliteit. Dat zijn mensen die in Brussel of in Wallonië werkzoekend zijn, om die samen met de partners, met de werkgevers te verleiden voor die Vlaamse vacatures. En tot slot ook de arbeidsmigratie voor de VDAB. Ja, de speerpunten waar de minister het over had, met onder meer activeren, opleiden, werkbare werk ook en arbeidsmigratie. En mevrouw Van Bommel, waar de VDAB een nog belangrijkere rol gaat moeten inspelen. Hij gaf het eerder al aan in de kranten, de VDAB moet uit zijn kot komen. Ja, hij legt er wel druk op, hè? Ja, maar het is ook nodig. Hè. Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Het gaat over heel veel vacatures die openstaan op dit moment. En we zien ook dat het aantal werkzoekenden daalt. Dat betekent ook dat wij naar buiten moeten gaan, steeds meer. En we doen dat heel concreet door heel actief naar de werkgevers toe te gaan. In het verleden lag de focus heel sterk op de werkzoekenden en keken we daar naar wat heeft hij in huis en hoe kunnen we die matchen aan de vacatures. In de afgelopen jaren, en nu zitten we daar in een versnelling, maken we veel meer de switch naar de werkgever, die vacature, daar vertrekken we van. En we hebben daar al een pilootproject rond gedaan in de industrie om daar te gaan kijken van goed, wat hebben de werkgevers hier nodig en hoe kunnen we daar op maat gaan inspelen. En dat betekent heel concreet dat we inderdaad letterlijk uit ons kot komen, naar die werkgevers gaan. Om te gaan horen welke vacatures heb je, wat is er nodig en hoe kunnen we ervoor zorgen met de middelen die we hebben, de instrumenten die we in huis hebben, werkplek leren, opleidingen, dat we mensen kunnen matchen met die vacatures. Ja, meneer Walschap, kan u dat bevestigen? Komt de VDAB inderdaad uit zijn kot? Ja, absoluut, absoluut. Ik kan dat bevestigen. En we hebben al jarenlang een goede samenwerking met de VDAB. Ook. Ik geef een concreet voorbeeld. In onze plant in Hoboken hebben we de VDAB-klas, wat we noemen. En dat is eigenlijk een opleiding van mensen die geïnteresseerd zijn om bij ons te komen werken als operator. En dus de VDAB doet de opleiding. En wij geven de garantie dat zij bij ons een vast contract kunnen krijgen. Dus ja, absoluut. Het op maat werken is absoluut herkenbaar. Ja. Nu, die vier speerpunten, laten we dat eens concreet maken, want dat is redelijk abstract natuurlijk. Te beginnen met activatie.
Op welke manier gebeurt dat bij VDAB? Wel, de activering dat gebeurt door enerzijds te kijken naar de werkzoekenden en anderzijds naar de werkgevers. Dat zijn de twee kanten waar we op inspelen en waar we letterlijk gaan bemiddelen. Dat is wat we doen, wat we altijd hebben gedaan. En waar ik, zoals ik daarnet al zei, steeds meer dat we nu gaan inspelen op die kant van die werkgevers zonder uit het oog te verliezen wat die werkzoekenden te bieden hebben. En daar proberen we werkgevers erin mee te nemen door te kijken naar wat hebben die werkzoekenden van competenties in huis. Dus door eigenlijk af te stappen van het pure diploma gericht kijken. En wat we toch nog wel steeds veel zien, is de hoge eisen die in vacatures gevraagd worden, om toch een stapje terug te nemen en te kijken van wat is essentieel om een bepaalde taak, een bepaald beroep te kunnen uitvoeren en om te kunnen starten in een job, zodat je eigenlijk kan groeien in het bedrijf, met de ondersteuning van de werkgever. En dat is hetgeen waar we, hoe dat wij die activering en die bemiddeling proberen te doen. Het is wel een feit, het aanwerven, dat is helemaal veranderd, hè? Ja, absoluut. We zitten in een kandidatenmarkt, hè. We merken dat alle dagen kandidaten hebben een keuze aan werkgelegenheidsmogelijkheden. Dus het is heel belangrijk, denk ik, om wie je wil zijn als bedrijf, waar je voor staat, om dat heel duidelijk te maken vandaag op de arbeidsmarkt. Dat is absoluut essentieel. Nu, opleiden was die tweede pijler waar de minister het over had. Je gaf zelf daarnet al het voorbeeld aan. De samenwerking, de wisselwerking die er is, het bedrijfsveld en de VDAB, is belangrijk, hè? Enorm belangrijk. En misschien wil ik nog één ding onderstrepen. VDAB levert, het voorbeeld illustreert dat, heel goed werk. Alleen merken we, en ik wil daar ook een pleidooi voor houden eigenlijk, dat de middelen soms nog ontbreken, de mensen en de middelen. Wij zouden veel liever nog meer operatoren opleiden via dat traject, maar we merken dat er ook bij de VDAB een tekort is bijvoorbeeld soms aan leerkrachten om mensen op te leiden. Dus een pleidooi om meer middelen te geven aan de VDAB. Ja, de minister luistert en kijkt misschien mee, wie weet. Een win-win voor beide partijen. Het opleiden, het vergt ook flexibiliteit, zoals daarnet al aangegeven. Ja, het vraagt flexibiliteit, omdat wat we zien is dat er wel een competentiekloof is tussen vraag en aanbod. Tussen wat de kandidaten vandaag te bieden hebben en wat er door werkgevers gevraagd wordt. Want ook de functies, bedrijven evolueren, daarmee evolueren ook de beroepen en de functies en alles wat er gevraagd wordt. Dat heeft te maken met evoluties in technologie, maar ook andere manieren van werken enzovoort. Dus dat maakt dat je eigenlijk kandidaten die er zijn, ofwel continu moet opleiden op de werkvloer. Of als ze binnenkomen, dat je ze ook zelf nog ermee aan de slag gaat moeten gaan. Dus wij kunnen heel veel doen vanuit VDAB, maar dat vraagt zeker ook een engagement vanuit de werkgever. Ja, hoe verloopt dat bij Umicore? Want er is niet alleen de fysieke ruimte die je bijvoorbeeld iemand moet geven qua opleiding, maar ook vanuit HR natuurlijk, begeleiden van mensen. Ja. Ja, er wordt enorm veel ingezet op opleiding, hè. We hadden het daarnet over diploma's. Ik denk dat diploma's, ik beschouw dat eigenlijk altijd een beetje als een entry ticket, hè. Dus een manier om binnen te komen, binnen te geraken in het bedrijf. Maar echt de vorming, de eigenlijke opleiding richting een functie, ja, dat stopt niet, hè. Dat begint bij je aanwerving en dat is doorlopend iets waar we volop op inzetten. Ja. Wat ook belangrijk is, zeker deze dagen, werkbare werk. We weten dat de work-life balance voor heel veel mensen belangrijk is. Je hebt dat in het begin van de loopbaan, maar ook heel later in de loopbaan. Dat is ook een niet onbelangrijk aspect, ook als bedrijf. Dat is enorm belangrijk als bedrijf. En zeker naar het einde van de loopbaan toe. Dat heeft zijn belang voor mensen die stilaan richting pensioenleeftijd gaan, maar ook voor de jongeren. Hè. Om jongeren aan te trekken als zij weten van Umicore is bezig om mensen op een goede manier die transfer te laten maken naar pensionering. Dat is ook voor jongere mensen uiteindelijk belangrijk. En we hebben een traject uitgetekend, ook voor onze arbeiders, voor onze bedienden, wat hen toelaat om naar het einde van de loopbaan iets minder te gaan werken en zo gemakkelijker de omschakeling te maken. Ja. Ja, belangrijk aspect, hè? Ja. Wat we eigenlijk naartoe willen, niet alleen voor werkzoekenden, maar voor iedereen die actief is op de arbeidsmarkt, is dat mensen gaan nadenken over hun hele loopbaan. En niet alleen over hun
volgende job. Maar dat ze echt hun loopbaan als een geheel gaan bekijken en zien van binnen een bedrijf, maar ook daarbuiten, welke stappen wil ik nog allemaal zetten en hoe moet ik me daarop voorbereiden? Door opleiding, maar ook door proactief te gaan nadenken van ja, als ik een switch wil maken, ik zoek iets meer uitdaging of ik wil net iets minder gaan werken. Hoe kan ik daarover in gesprek gaan met mijn werkgever? Wat wil ik dan doen ook? En daarvoor hebben wij bijvoorbeeld de loopbaanchecks in huis, waar dat mensen gebruik van kunnen maken om dan een paar uur, een viertal uur in gesprek te gaan met een loopbaanbegeleider die mee op zoek gaat naar wat zoek je in je loopbaan en hoe kan je dat dan ook aanpakken en vormgeven. En zodat je eigenlijk een betere, langere loopbaan kan vormgeven zelf. Hè, dat je zelf het stuur in handen hebt. Nu, arbeidsmigratie, om het daar eens over te hebben, dat blijft wel een moeilijk punt. Hè? Talent herkennen en erkennen eigenlijk. Ja, arbeidsmigratie is geen evidente, al zien we wel steeds meer mensen die een migratieachtergrond hebben, die hier actief zijn op de arbeidsmarkt en die ook wel hun weg vinden naar de vele vacatures. Maar we zien wel dat dat heel veel ondersteuning nodig heeft, vaak met taalcoaching. Dat er toch nog wel een taaldrempel is. Als het daarover gaat, zien we dat dat toch wel een grote drempel is. Ja, hoe ervaart u dat bij Unicor? Dat is wel juist. Hè. Dus de taal is de grootste drempel, denk ik. Hè. Ook zeker in een omgeving bij Umicore, waar het belangrijk is dat er veilig kan gewerkt worden, is het nodig dat mensen de juiste instructies krijgen. Nu, migratie van talent, ik denk dat we vandaag in een situatie zitten dat het geen keuze meer is, maar eerder een noodzaak. Hè? Dus wij zijn er ook naar aan het kijken wat we daarmee aan kunnen. Ik denk dat het ook belangrijk is om zeker in België zelf nog te gaan kijken. Hè. We zijn samen met de VDAB trouwens aan het kijken, interregionaal, hè, wat de mogelijkheden daar zijn. Dus het hoeft niet per se direct naar het buitenland. Nee, en dat is ook hoe dat we het aanpakken bij VDAB. We gaan eerst kijken binnen België, over de taalgrenzen heen, al in Brussel, in samenwerking met Actiris, met Le Forum in Wallonië. Van waar zitten daar nog de potentiële kandidaten voor de vele vacatures? We wisselen ook de knelpuntvacatures uit met die diensten, zodat die ook verspreid geraken in heel België en zichtbaar zijn. Dan kijken we naar de buurtregio's, naar Nederland, Noord-Frankrijk en verder dan naar Europa en de rest van de wereld ook wel. Dat gaat geen wonderoplossing zijn, maar het is wel absoluut nodig op dit moment om al die vacatures en die krapte aan te kunnen. Ja. Dat is zeker wel het geval. De wonderoplossing bestaat natuurlijk niet. Het is een kwestie, die krapte op de arbeidsmarkt, om heel veel verschillende kleine maatregelen te nemen. En dat is er zeker één van. Een andere uitdaging daar is zeker de administratie, hè, rond de arbeidsmigratie. Dat is een enorme opgave. En daar zou de overheid ons ook kunnen helpen om dat veel eenvoudiger te maken. Er komt heel veel papierwerk bij kijken. Mensen komen gewoonlijk met hun gezin, huisvesting enzovoort. Dus het is toch vrij complex. En zo komen we terug bij de minister. Laten we opnieuw even luisteren. De grootste uitdaging vandaag op de Vlaamse arbeidsmarkt is die vele vacatures ingevuld krijgen. Het is een historisch hoog aantal. We hebben de kaap van 400.000 vacatures op jaarbasis overschreden. Wat die uitdaging extra groot maakt, is het gegeven dat we vandaag een historisch laag aantal werkzoekenden hebben daar tegenover. Wat op zich natuurlijk goed is. Maar dat maakt dat je op zoek moet gaan naar andere krachten. En dat zijn dus de mensen die vandaag niet beroepsactief zijn. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die een leefloon genieten. Dat zijn mensen die langdurig ziek zijn. Dat zijn studenten eventueel ook. Mensen nog op SWT, langdurig zieken. Een heel grote groep mensen die je op een positieve, ondersteunende, stimulerende manier moet gaan benaderen. Om daar toch ook uit te kunnen putten voor onze Vlaamse arbeidsmarkt. Ja, u hoorde het minister zelf zeggen, meer dan 400.000 vacatures ontvangen, enerzijds zo'n 180.000 werkzoekenden, anderzijds een hele grote groep van mensen die inactief zijn, langdurig zieken, leefloners. Het is niet min, hè, om al die groepen te bespelen. Ja. Het is inderdaad, we gaan breder moeten kijken dan enkel naar de werkzoekenden, die 180.000 die momenteel gekend zijn bij VDAB. We hebben daar al wel wat stappen in gezet de voorbije jaren. Maar we weten dat we daar ook veel meer de deuren gaan moeten opentrekken voor iedereen die de stap naar werk wil zetten. En dan gaat het inderdaad onder andere over leefloners. Dat zijn mensen die gekend zijn met name bij de OCMW's. En daarom sluiten wij ook akkoorden af met lokale steden en gemeenten om heel regelmatig
regionaal te gaan kijken van wat zijn hier de noden, hoe kunnen we daar regionaal op inspelen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen op een heel laagdrempelige manier gekend geraken bij VDAB, zodat we er ook mee aan de slag kunnen gaan en die mensen kunnen begeleiden naar een job. Ja, want elke doelgroep die vereist dan een andere aanpak? Elke doelgroep proberen we op een andere manier te bereiken, omdat ze bij andere partners gekend zijn. Eenmaal ze bij VDAB gekend zijn of bij een partner, ja, dan blijft het verhaal wel van bemiddelen, matchen, opleiden, dat blijft wel bestaan. En dat passen we aan al naar gelang de kandidaat die voor u zit. Daar werken we heel erg op maat, maar dat hangt dan echt af van de persoon die voor u zit, meer dan welk label of ja, welke uitkering heeft hij. Want ik kan me inbeelden voor een bedrijf als Umicore dat het moeilijk is om net die doelgroepen ook te bereiken. Hè? Ja, maar ik denk, ik ben ervan overtuigd dat we minder traditioneel moeten denken. Hè. Ik geef twee voorbeelden. Enkele jaren geleden met de vluchtelingencrisis hebben we vluchtelingen aangetrokken via het OCMW, zoals u zegt. Dat vergt een inspanning om die mensen zich thuis te laten voelen in het bedrijf. Maar we zijn vandaag 5-6 jaar verder en ik zie dat er nog altijd van die mensen bij ons ondertussen werken met een vast contract. Meer recenter, in onze IT-afdeling hebben we mensen met een autisme-spectrumstoornis aangetrokken en te werk gesteld. En ik kan alleen vaststellen dat zowel onze medewerkers die de begeleiding op zich genomen hebben, als de mensen met de autisme-spectrumstoornis heel gelukkig zijn. Dus weg van het traditionele denken, soms ook de stap durven zetten om iets anders te willen proberen. En dan is er veel mogelijk. Hebben jullie daar de klassieke aanwervingsprocedure kunnen volgen bij het aanwerven van de mensen? Wij proberen dat maximaal te doen, maar als het nodig is om daarvan af te wijken, dan doen we dat. Ja. Nu, Umicore is een internationale speler, actief in verschillende landen. Heeft men in het buitenland eigenlijk dezelfde problemen als hier in België? Heeft u daar een beeld op? Ja, we zijn inderdaad een wereldspeler. In Europa loopt dat in grote mate gelijk als hetgeen dat we meemaken hier in België. Als je natuurlijk gaat kijken in Azië, daar heb je een andere situatie. Ook wel uitdagend, maar toch niet helemaal vergelijkbaar met België. Maar de schaarste aan talenten die dat we toch wel ervaren in België, die is in de landen rondom ons eigenlijk gelijkaardig. Heel gelijkaardig. Ik weet niet of dat jullie dat beter weten. We hebben we zitten met VDAB ook in een PES-netwerk, een Europees netwerk van andere Europese VDAB's, zal ik maar zeggen. En daar vangen wij dezelfde signalen op in elk land in de Europese Unie bijna. Dat heeft te maken met het feit dat Europa gewoon een grijs continent is. De vergrijzing die wij kennen hier in België, die is ook in andere landen aanwezig. En dat maakt ook dat het, als het gaat over arbeidsmigratie, dat je wel de deuren kan opentrekken en de blik kan opentrekken naar andere landen. Maar dat het wel een hele uitdaging blijft om die matches te vinden, omdat je ook niet het talent wil gaan weghalen uit landen waar dat ze er zelf heel hoge nood aan hebben. Flexibiliteit. Het is al een paar keer aangegeven, flexibiliteit ook vanuit de bedrijven. Maar hoe moeilijk is het om een evenwicht te vinden? Want iemand die een machine moet bedienen, die moet in staat zijn om die machine te kunnen bedienen, toch? Ja, absoluut. En dat hebben we zeker ook ondervonden tijdens de voorbije coronacrisis. Flexibiliteit is niet voor iedereen hetzelfde. We hebben onze arbeiders inderdaad die in de fabrieken moeten zijn om de machines en de installaties te bedienen. Anderzijds zijn er bediende populatie die wel mogelijkheden hebben om thuis te werken enzovoort. Ik denk de uitdaging van het bedrijf samen met de sociale partners is om daar een goed gezond evenwicht te vinden en te accepteren dat de arbeidsomstandigheden of de context waarin dat je werkt, dat die niet voor iedereen gelijk is. Dat is gewoon een gegeven waar je rekening mee moet houden. Ja. Maar ook bij de aanwerving, bepaalde vaardigheden en kennis moet er wel zijn, hè? Ja, wat wij daar eigenlijk proberen te doen, samen met werkgevers, is echt gaan kijken wat is essentieel om te starten. Dat doen we bijvoorbeeld ook met mensen met een migratieachtergrond anderstaligen. Welke talenkennis is noodzakelijk? Want heel vaak zien we dat werkgevers goede Nederlandse kennis vragen. Maar als we daar samen naar gaan kijken, we gaan langs bij dat bedrijf, we gaan die vacatures bekijken, we gaan dat beroep bekijken. En mijn collega's die daar echt in gespecialiseerd zijn, die kunnen dan zeggen van maar eigenlijk het setje van talenkennis dat je hiervoor nodig hebt, dat zijn deze twee pagina's.
En dat is eigenlijk, daar kan je mee starten. En dan zetten we daar een taalcoach naast voor een paar maanden. En de rest van die woordenschat gaat hij leren on the job. Samen met het team ook daar rond. Dus je kan hiervan vertrekken en laat die persoon groeien on the job, op de werkvloer. En dan kan die ook eigenlijk een heel mooie traject afleggen binnen een bedrijf. Ook wat dat betreft out of the box, denk ik. Ja, absoluut. En ik denk ook bij aanwerving, recrutering, het nagaan van leervermogen bij kandidaten, dat is enorm belangrijk. Zijn mensen, hebben ze enerzijds capaciteiten om te leren, maar zijn ze vooral bereid om dingen te leren? Dat is essentieel. Motivatie is essentieel. Ja. 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 Nu, interne mobiliteit is zeker ook een deeltje van de oplossing. Hoe zit dat bij Umicore, interne mobiliteit? Ja. Wel, ik moet eerlijk toegeven, als ik kijk naar België, dan zijn we ook op dat vlak toch nog vrij traditioneel. Hè. We hebben twee grote cities. Industriële cities dan. Eentje in Ole, één in Hoboken. 20, 30 kilometer van elkaar, denk ik. En het is toch niet altijd evident om mensen te overtuigen om de switch te maken, bijvoorbeeld. Ja, de Vlaming is heel houvast. Ja, hij houdt absoluut heel erg vast aan zijn job, aan zijn, hetgeen wat hij kent, ook het beroep dat hij kent. Wat wij bijvoorbeeld ook proberen te doen bij VDAB, is mensen laten kijken naar andere sectoren en beroepen dan degene waar dat ze zelf aan zouden denken. Ja. En wij gebruiken daar AI-technologie voor. Jobbereik is de tool die we daarvoor gebruiken, waar mensen hun competenties of hun cv kunnen ingeven. En op basis daarvan krijgen ze dan een hoop suggesties van beroepen uit andere sectoren die ze zelf, waar ze zelf nog niet aan gedacht hadden. En dat is echt bedoeld om te kijken, kijk eens naar andere beroepen, knelpuntberoepen, maar niet alleen dat, om die blik open te trekken en om nieuwe mogelijkheden te zien. Want we merken inderdaad dat mensen heel erg nog kijken naar hun verleden. Wat heb ik gestudeerd? Wat ken ik? Wat kan ik? Meer dan, wat zijn mijn mogelijkheden nog? En waar ligt nog potentieel voor mij met een opleiding of ondersteuning? Ja, maar u gaf het zelf al aan. Het is niet evident voor mensen om die switch te maken dan. Hè? Nee, maar mensen die de switch maken, die het dan toch doen, die hebben vaak heel positieve verhalen. Ja. En dat is ook belangrijk, denk ik, om daar als bedrijf intern ook mee naar buiten te komen en die ervaringen te delen. Dat kan andere mensen aanzetten. Ja, en heeft ook te maken met die mindset. Hè. Het loopbaandenken, mensen denken meestal enkel na over de volgende stap in hun carrière en niet zozeer over het hele traject. Nee. Al denk ik misschien dat dat bij jongere mensen nu misschien wel meer het geval is, omdat je als jongeren al weet van ik ga moeten werken tot mijn 67ste of zo. Dus je weet van ik wil wel wat kunnen evolueren doorheen mijn loopbaan. Ik ga niet van het begin van mijn carrière tot het einde dezelfde job meer doen. Ja, dus dat maakt ook wel dat je genoodzaakt bent om daarover na te denken van welke verschillende switches en andere jobs zijn er mogelijk. Ja. En je ziet dat denk ik ook wel meer en meer bij 40, 50-plussers die zeggen van ik heb nu al wel wat gepresteerd in mijn leven en ik heb dat gedaan, die jobs, en het is tijd voor iets helemaal anders. Ja. Ik wil die ervaring meenemen en eens iets helemaal anders doen. Ja, absoluut. En iets interessants dat wij, ik denk toch al een tiental jaar geleden geïntroduceerd hebben, is loopbaancoaching. Ja. Waar dat mensen de kans krijgen, alle medewerkers, de kans krijgen om onder begeleiding van een coach eens na te denken, te reflecteren over waar sta ik? Waar wil ik naartoe? Wat zijn mijn interesses? En dat wordt enorm geapprecieerd, zoiets. Ja. We hebben nog een quote klaarstaan van de minister. De VDAB zal uitbreken, zal naar de werkgevers, zal naar de bedrijven toe gaan om samen te kijken van hoe komt het dat bepaalde vacatures niet ingevuld raken. Dat is voor de VDAB ook een uitgelezen kans om heel het palet aan maatregelen, aan ondersteuningsmaatregelen, heel het instrumentarium, om dat ook toe te lichten aan de werkgever, om zo maximaal de juiste profielen toe te leiden naar de vele vacatures in de Vlaamse bedrijven. Er is een heel palet, een heel pakket aan maatregelen die genomen kunnen worden. Maar zijn bedrijven daar voldoende van op de hoogte, denkt u? In ons geval, ik denk dat we redelijk goed op de hoogte zijn omwille van die jarenlange samenwerking die we al hebben. Maar ik kan mij voorstellen dat veel van de maatregelen bij bedrijven ook niet gekend zijn. Dus maar ik weet niet wat uw beeld daarover is. Hè?
We merken dat er inderdaad nog altijd bedrijven zijn die geen weet hebben van bijvoorbeeld de IBO. De individuele beroepsopleiding, dat is een vorm van een soort van stage waarbij je kan leren on the job. En de cursist krijgt dan een premie ook om die job om te kunnen leren op de werkvloer. Dat is een heel sterk instrument en toch is dat nog niet bij alle werkgevers gekend. Dus dat is echt wel een heel sterke ambitie vanuit VDAB om dat bekend te maken bij elke werkgever. En heel vaak merken we dat vooral bij KMO's, kleinere KMO's, dat minder gekend is, omdat zij ook geen aparte HR-afdeling hebben. Dus dat is ook wel een uitdaging voor de kleinere spelers, want Umicore is een hele grote speler, heeft een uitgebreide HR-afdeling. En dan kan je daar ook wel, heb je daar wat capaciteit voor om daar heel bewust mee bezig te zijn. En we merken dat dat voor kleinere bedrijven toch nog wel een grotere uitdaging is. En daar moeten we als VDAB ook een veel actievere rol in opnemen om daarin te ondersteunen van, goed, dit zijn de mogelijkheden die er zijn om die vacature ingevuld te krijgen. Wat zijn nog andere struggles die VDAB ondervindt ten aanzien van de bedrijven? Struggles. Ik denk dat het vooral gaat over een groeiende mindset die we nodig hebben van werkgevers die echt gaan denken in termen van, is iemand voldoende gemotiveerd? Is er leervermogen, waar je daarnet ook aanhaalde, in plaats van, wat is hetgeen wat ik nodig heb voor die job? Wat had ik eigenlijk opgelijst in mijn vacature? Dat de mindswitch is die we nodig hebben. En eenmaal als we die stap hebben gezet naar denken in termen van competenties, in termen van motivatie, dan denk ik dat we heel veel stappen kunnen zetten nog. Ja, meneer Walschap, u zit zelf in het werkveld. Wat zijn nog mogelijkheden, denkt u, in de strijd tegen de war for talent, het zoeken en vinden van werkkrachten? Naast het bestaande palet en pakket is de vraag van 10 miljoen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Als ik het antwoord hoe op die vraag zou hebben, dan was het inderdaad opgelost. Hè. Maar zoals ik in het begin al aangaf, ik denk dat, de ene alles zaligmakende oplossing niet bestaat. Ik denk dat het een palet is aan verschillende kleinere initiatieven, soms grotere initiatieven. De zaken waar we het over gehad hebben, denk ik, dat we daar moeten op inzetten. Dus het is de combinatie van vele zaken. De combinatie. Goed, we zijn helemaal door onze tijd. Bedankt voor de komst naar onze studio. Wil u meer weten over dit onderwerp, dan kan u natuurlijk altijd terecht op de website van VDAB. Bedankt voor het kijken en of luisteren. En graag tot een volgende keer bij Buzz, de podcast van DVO, de Vlaamse ondernemer.